Sonja. Daar heb ik mijn notities van. Ja. Echt of niet echt? Sonja Barend. Is die echt? Want daar wil je het steeds over hebben. Ja, ja, ik vind het een enig mens. Je bent in de show geweest. Ja. Maar ik denk dat het voor haar in die zin net zo moeilijk is dat ze... Nou, ik zou het, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen wat ik nu zeg. Ik zou het ontzettend leuk vinden, niet omdat ik de samenwerking niet goed vind, maar ik zou het heel spannend vinden als Sonja en ook Ellen Blazer een keer voor een bepaalde periode een scheiding zouden aangaan. Dat zij gecoacht zou worden door een ander en dat Ellen Blazer iemand anders zou coachen om een talkshow te doen. Want? Voor, wat zou dat opleveren? Mm. Wat zou dat voor Sonja Barend opleveren? Ja, ik zou ontzettend graag zien dat Sonja brutaler zou zijn. En tegelijkertijd, ik vind haar namelijk heel lief. Ik bedoel... Ja, goed, ja. Ja, ze is gewoon lief. Nee, maar, dat vind je dan weer geen... Ja, ik denk altijd van, het is wel waar. Maar denk van, ja... Nee, maar... Ja, oh nee, sorry, ik val in de reden. Nee, ga je gang. Je wil me weer aanvallen van weer een oordeel. Nee, Peter, ga je gang. Ja, ik wil je absoluut aanvallen op je oordeel. Ik vind dat jij namelijk de term lief dan heel erg ondermijnend... Nee, sympathiek. Nee, lief, zeg ik. Kijk, ik vind jou een op dat gebied dan denk ik, ja, dan vind ik jou gewoon een intellectuele spierbundel. En dat vind ik net zo macho als een echte spierbundel. Snap girls je? Night Out? Ja, Girls Night Out. En dan hier. Ik kan denken, ja, jij verkeert waarschijnlijk in een wereld. Nee, nu ga je heel veel dingen projecteren waarvan ik denk van, we hadden het over Sonja is lief. Oh, ik dacht. Ja, nee, maar ik bedoel met... Maar ik reageer dan op dat jij zegt... Ja, ja... Terwijl, wat vind jij menselijke kwaliteit? Zit je ratio je dwars nu, hè? Godverdikkie. Zit je ratio je dwars? Ik kijk naar die stopzuiger, naar die kruimeldieven. Nee, je wil hier onderuit. Ja. Hè? Ja, niet onderuit, maar ik denk dat we komen op een discussie die heel ver kan gaan. Nee, ik bedoel... En ik wil eigenlijk terug ja, naar... Ja, dat snap ik. Maar mag ik alleen maar een antwoord als ik beloof dat ik hier niet op inga? Ja, jij wil weten wat ik als menselijk... Wat jij een hoge menselijke kwaliteit vindt? Iemand die zichzelf is, die anderen respecteert, dat soort zaken. Wat vind je van liefde? Ja, je zou me één vraag stellen, weet je wel. Kijk, weet je wat het punt is? Jij hebt gekozen om actrice te zijn en op het podium te staan en om heel veel te vertellen over jezelf. Ik heb gekozen om juist vragen aan anderen te stellen, omdat ik nieuwsgierig ben naar die anderen. Ja, maar zo zijn de regels van het leven niet. Nou, wel als je hier zit. Blijkt dus van niet. Nee, maar ik... Goh, ja, wat is lief, dat vind ik, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Echt niet. Nee, maar dan weet ik dat gewoon. Ja, maar dat nee, is toch een misschien antwoord? Komt dat ook nog wel in de loop van de avond. Nee, maar dat niet meteen van me achteraf gaan zitten nu. Nee, maar ik, dat heb ik ook niet verdiend. Peter, ik werk, maar ik sluit een compromis. Okay. Weet je wat dat voor mij betekent? Ik keer mij om naar de televisie te gaan kijken. Echt of niet echt, bij Sonja Barend. Deze is 29,95 en deze is 59 gulden. Dus de een is gewoon namaak van de ander. Welke neemt u de goedkoopste? Ja, al die natuurlijk. Ja. Moet je eens zien. Hier, nog wat. Moet je even kijken. Welke wilt u? Die of die? Ja, ik geen van tweeën, eerlijk gezegd. Als u nou moest kiezen. Ik vind het heel moeilijk, want het is mijn smaak niet. Het spijt me. Nee, nou is een flauw, joh. Nou, u heeft een Rolex om en een andere, dus ik neem aan dat de Rolex de goede is. Neemt u deze? Ja, ik zie het verschil niet zo. Ik zie ook geen verschil, hoor. Ik zie er ook geen verschil in. Wat wil jij? Welke wil jij? Deze. Die? Waarom? Die glimt meer, zo. Nee, ik weet het niet. Ik denk die, ja. Ja, weet je, leest daar Rolex in, maar dat staat hier ook ja, in. Ja, nou, verschil? Die kost 8000 gulden. Op 50 gulden. En deze 50 piek. Had je toch goed, hè? Maar zij niet. Er is je kan het absoluut niet zien. Het is een soort wonder van nep. Is dat. Hier gaat het bij jou erom dat er een vrouw in het publiek zit. Die eigenlijk niet wil antwoorden
of die Rolex echt of niet echt is, want ze vindt ze allebei niet mooi. Kijk, die vrouw zegt... ik weet niet of ik het nou letterlijk zeg. Ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Het is mijn smaak niet. Het spijt me. Ja. Nou, als je op live televisie bent, zoals die vrouw daar is... vind ik dit zo, wat ik noem, connected. Zo concreet. Zo totaal. Zo compleet. Zo to the point. Om daar antwoord... Ik bedoel, alle drie de zinnen die ze zegt. Ja. Alle drie. Elk woord is waar. En dan snap ik wel dat het heel moeilijk is om voor Sonja om daarop te reageren. En dan zegt Sonja, doe niet zo flauw. En dan aan het einde is het, heeft die andere mevrouw gekozen. Dan zegt Sonja, u heeft goed gekozen en zij niet. En dan, het ingewikkelde ervan is dat ik theater maak... om mensen weerbaarheid bij te brengen. Om mensen psychische vitamine C te geven. Mm. Om, of niet dat ik het geef, maar om mensen bij te brengen... dat ze gerechtigd zijn om te, nogmaals te zeggen... hier is mijn grens. En ik vind dat deze vrouw straf krijgt... voor het feit dat ze optimaal reageert. Heel optimaal in mijn ogen. Vond je hier Sonja lief? Ja, ik wil nou ook meteen ja zeggen, want ik vind haar niet agressief. Nee. Het is in het moment... Ik vind het ook geen beschuldiging. Het fascineert mij gewoon... Dat is wat ik bedoel, wat mij fascineert aan televisie. Dit is niet geschoond. Dit is niet gezuiverd. Dit is zoals het leven gaat. En ik maak die fouten. Ik heb momenten dat ik zoals die vrouw ben. Ik heb momenten dat ik Sonja ben. En jij ongetwijfeld ook. Dus het oordeel, de keuze van goed of kwaad, of die vind ik totaal oninteressant. Maar van die vrouw wordt wel gevraagd om mee te doen aan die show. In die zin van, je moet kiezen. Doe niet zo flauw. Ja, dat zijn de wetten van... Ja, maar dat mag. Je mag die vraag stellen, want dat is zoals het... Ik bedoel, dan moet je, denk ik, dan moet je niet incarneren. Dan moet je gewoon zeggen, dan blijf ik thuis, boven. Ja. En dan ga ik op een wolk zitten. Ik bedoel, je komt om geconfronteerd te worden. En daar leer je door. En dus ik bedoel, het feit dat die vrouw gaat en het feit dat die vrouw de vraag gesteld krijgt, allemaal oké. Dan zegt die vrouw, hier is mijn grens, op een hele competente manier. En dan komt knal. Ik bedoel, ik denk dat die vrouw op dat moment gekwetst is. Mm-hmm. Dat is ook nog niet het probleem, denk ik. Dat ervaren wij allen. En ik heb geen keuze. Ik heb niet iets van die is beter of die is slecht. Ja. Ik heb dat ik het waarneem. En dat ik het probeer mijzelf alsmaar waar te nemen daar waar ik in de rol van Sonja schiet. Want die is in dit geval het interessantste.